Sayın Azerbaycan Cumhuriyeti Belçika Lüksemburg ve AD Büyükelçisi Fuat İskenderov, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Ahmet Konsolosu Ali Sayın Bey, Gent Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Sadık Karanfil, Ömer Faruk Demircioğlu, Azerbaycan Belçika Dostluk Derneği Başkanı Ayhan Bey, Tunus Derneği Başkanı Ali Ahtap, Türk Ocağı Başkanı Erdal Hoca, Sayın Dernek Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, saygıdeğer davetliler, Azerbaycan Kocaeli Soykırımı'nın 23. yıl dönümünü anma etkinliklerinde yeni umutlar doğuracak adımların başlangıcı olması dileklerimle ben Öz Dernekler Birliği Federasyonumuz adına hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, Kocaeli Katliamı 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Kocaeli kasabasında yaşanan 600'den fazla Azerbaycan Türk'ün çocuk, kadın, yaşlı demede Ermenileri tarafından toplu şekilde vahşicesine katledilmiştir. Bugünkü etkinliğimizde amacı bu katliamı Belçika'nın genç evinde duyarlı vatandaşlarımıza hatırlatmaktır. Kocaeli katliamı insanlık tarihinde bir kara sayfadır. Bizler de bunu asla unutmamalıyız. Kocaeli katliamında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vakti ambasadör von Azerbaycan, vakti konsül von Türkiye, vakti hümeti nasiyede token, beste voorzitter, beste vrienden. De genocide van Kocaeli, een stad in Azerbeidzjan, is een van de zeer tragische gebeurtenissen in de oorlog in Nagorno-Karabakh. Dit was een gewapende conflict tussen Nagorno-Karabakh en Azerbeidzjan. De wortels van het conflict gaan terug tot het begin van de 20e eeuw. In februari 1988 escaleerde het conflict geleidelijk tot een daadwerkelijke oorlog tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh, waarbij Armenië van het begin hulp verleverde aan de laatste en sinds 1993 zelf ook betrokken raakte bij het conflict. Precies 23 jaar geleden werd de bevolking van Kocaeli op grond van Azerbeidzjaanse achtergrond uitgeroeid door Armeense en Russische troepen. Concreet werd in de nacht van 25-26 februari 1992 de stad Kocaeli wakker geschud door een artilleriebarrage. Al snel begreep men dat het een Armeense en Russische verrassingsaanval was. Het duurde niet lang of de bevolking sloeg in paniek. In pyjama's vluchten tientallen gezinnen van de bevriezende bossen in. Na enkele kilometers vluchten werd de massa voor de tweede keer verrast. Op het geugelvoorgang stonden de Armeense en de Russische 366e regiment te wachten. De Azerbeidzjanen waren in de val gelopen. Op die dag werden meer dan 600 burgers op een gruwelijke wijze afgeslacht. Jaren later vroeg de Britse Caucasus-expert en schrijver Thomas de Waal aan de Armeense minister van Defensie Serge Sarkisian de vraag waarom deze massamoord. Sarkisian beantwoordde: nog voor Kocaeli dachten de Azerbeidzjanen dat wij met hen een spelletje speelden. Ze dachten dat Armeniërs niet wapens konden opnemen tegen de burgerbevolking. Wij doorbraken dit steunvuur. Sarkisian werd later in 2008 president van Armenië. De gebeurtenissen en het bloedbad werden door verschillende instanties vastgelegd en veroordeeld. Human Rights Watch beschreef de gebeurtenissen als het grootste bloedbad tot op heden in het conflict in een rapport over Nagorno-Karabakh. Memorial, een mensenrechtenorganisatie uit Moskou, schrijft in een rapport dat massaslachting van burgers in Kocaeli onder geen enkele omstandigheden zou kunnen worden gerechtvaardigd en dat acties van de Armeense militanten een grove overtreding waren van een aantal internationale basis mensenrechtenconventies. Met de activiteiten van vanavond willen de initiatiefnemers de genocide herdenken en de huidige generaties op de hoogte houden van de geschiedenis. De initiatiefnemers Gent Turkoja en de Vereniging voor Vriendschap tussen Azerbeidzjan en België willen ook dat dergelijke gruwelijkheden in de toekomst nooit meer zullen gebeuren. Eigenlijk sturen zij een boodschap van vrede. Daarom wil ik hen in naam van de Federatie van Zelforganisaties
feliciteren en hen succes wensen in de toekomst. Dank u, nog een prettige avond.